belangrijkste vraag op dit moment voor alle Heemskerkers is, begin september, staat al in hun agenda genoteerd, hoe staat het met de volksfeesten en de voorbereidingen daarvoor? Is daar iets over te vertellen? Als echte Heemskerker is het natuurlijk zo dat we daar reikhalzend naar uitkijken. En het is ook zo dat we op dit moment in gesprek zijn. We hebben 2 gesprekken gehad met een grote groep. En die groep die bestaat uit de organisatie van de Harde Draverij, de Wielenronde, de horeca, de GGD en natuurlijk politie. En we gaan kijken wat er voor mogelijk is. Te beleven wat dat betreft natuurlijk in een hele onzekere tijd. Er zijn versoepelingen op dit moment mogelijk. Alleen ja, de voorzichtigheid gebiedt wel te zeggen dat de veiligheid natuurlijk belangrijk is. En veiligheid daar waar het gaat om de gezondheid en veiligheid natuurlijk in zijn algemeenheid. We bekijken op dit moment een aantal scenario's. Waarvan 1 scenario is, ja, en dat zou natuurlijk het allermooist zijn, dat gun je iedere Heemskerker, is dat we gewoon de kermis kunnen vieren zoals we dat altijd gedaan hebben en gewend zijn ook. Maar dat betekent dan ook natuurlijk dat we qua gezondheid weer gewoon op het oude niveau zijn met z'n allen. Een scenario waarin we kijken, kermis, maar dan onder voorwaarden. En ja, wat natuurlijk ook heel belangrijk is dat we toch wel voor ogen houden dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat we het dit jaar ook nog niet zouden kunnen vieren. Het is wel zo dat we met elkaar wel al de voorbereidingen zijn gestart. Dus vergunningen worden aangevraagd. Er wordt afspraken gemaakt met beveiliging. De horeca die doet zijn voorbereiding. Dus we zijn wel bezig met de voorbereiding. Dat als we straks groen licht krijgen en die stap 6 van de overheid ook inderdaad werkelijkheid wordt, dat we dat ook kunnen gaan doen. Wat is een datum waar mensen naar uit kunnen kijken voordat die beslissing valt? Het is nu 30 juli. Is dat 30 augustus? Want de mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Dat is zeker zo, maar we volgen natuurlijk de richtlijnen vanuit de overheid. Hè. Het is nu zo dat 30 augustus zouden we wat betreft stap 6, namelijk het loslaten van de 1,5 meter, zouden we dus meer moeten weten. Maar ja, het is nu ook weer zo, de Indiase variant rukt weer op. Wat dat betreft ongewis. En we proberen dus echt wat dat betreft vinger aan de pols te houden. Maar wat je al zegt, en daar heb je gelijk in, er komt natuurlijk een finale datum waarop we een besluit moeten nemen. Die datum, die hebben we nog niet bepaald met elkaar. Dan gaan we over op de jeugdlintjes, want dat is verleden jaar ingevoerd. Gaat dat dit jaar ook door? Zeker. Dat is iets wat we koppelen aan de dag van de jeugd, week van de jeugd. Dat is dus in november. Vorig jaar hebben we een eerste editie gehad. Daar waren de reacties heel erg positief op. En we gaan dat dit jaar ook weer doen. En het is jeugd van 0 tot 21? Nou, we hebben daar wel een leeftijd aan. Ik geloof dat het van 6 tot 21. We hebben de jury weer bij elkaar. Daar hebben we een eerste overleg alweer over gehad. In augustus, eind augustus, zullen we het volgende overleg hebben. En er zijn ook naar de sportverenigingen en er is naar de cultuur, zijn er ook de uitnodigingen gegaan. Aan welke criteria moeten de mensen dan denken? Nou, het is natuurlijk zo dat als kinderen zich op enige wijze onderscheiden, vooral natuurlijk sociaal-maatschappelijk, dat is heel belangrijk. En er zijn toch wel heel veel kinderen, dat zou je zo 1, 2, 3 misschien niet zeggen, want soms zijn ze wel eens een beetje kritisch op de jeugd. Maar er zijn toch heel veel kinderen die zich heel erg goed inzetten voor de samenleving. Maar ook kinderen die iets bijzonders gepresteerd hebben, die komen in aanmerking voor zo'n lintje. Dan de cultuurontwikkelingen in Heemskerk. Ja, we staan hier bij het cultuurhuis. Hoe staat het daarmee? Nou, het is zo dat we hebben natuurlijk de steun gehad vanuit de overheid. Er komt straks nog een steunmaatregel aan waarin we de directe schade voor de organisaties ook kunnen dekken. Subsidie. Dat is in de vorm van een subsidie. Verder hebben we als gemeente de afgelopen jaren heel erg hard gewerkt aan de subsidieregeling. Het was natuurlijk altijd zo dat uit historie bepaalde verenigingen wel of organisaties wel subsidie kregen, andere weer niet. Daar hebben we andere regeling voor getroffen. Dat er ook voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld een jubileum, eens een keer subsidie aangevraagd zou kunnen worden. Dat hebben we en voor de cultuur gedaan en voor de sport. Organisaties weten dus nu veel duidelijker waar wel en waar niet subsidie voor aan te vragen is. In de sport was het bijvoorbeeld zo dat we alleen jeugdleden bijvoorbeeld subsidiëren. Nou, nu is het zo dat we jeugdleden subsidiëren, volwassenen subsidiëren. Ook mensen die dus apart sporten, aangepast sporten. Daar zijn nu ook regelingen voor. Als een vereniging ooit eens een keertje iets te vieren heeft, zijn daar mogelijkheden voor. Er is zelfs nu op dit moment, als je een ledenwerfactie wil starten, dat we daar ook een mogelijkheid voor hebben om die te subsidiëren. Het totale plafond
is nog steeds wel aanwezig. Dus het is niet dat we meer subsidie verstrekken. Alleen de subsidiepot wordt anders verdeeld. Oké, de mensen moeten dus bij de gemeente zijn om de juiste wegen te bewandelen. En dan kunnen ze subsidie krijgen van zeg maar vanaf 100 euro tot een paar duizend euro? Dat hangt er maar vanaf, hè, waar men de subsidie voor aanvraagt. Dus ja, dat is, als je het hebt over cultuur, is dat een hele duidelijke verandering. Ja, en we hopen natuurlijk dat de cultuur zich in Heemskerk weer heel sterk en snel zal herstellen. Daar zetten we ook alles op in, samen met het cultuurhuis. En we hopen dat we straks, nou in ieder geval na september, dat we die cultuur weer echt op gang krijgen.